Die Engels is een lekker term, sibling rivalry, is een algemene verschijnsel onder broers en zusters wat onszelf in creatieve bedrijvigheden begeven. Maar soms vindt de stel broers dat hulle nieuwe hoogtes kan bereiken wanneer hulle krachten samenspan. Dit is het geval met Almero en Nico Welgemoed. Hier die twee ontlijkende kunstenaars is vanavond in die atelier om ons meer over hulle creatieve broederschap te vertellen. Welkom mannen. Dankjewel. Lekker om jullie op flits te heen. So, jullie twee ouders doen pretty much enig iets en alles creatief onder die zon behalve interpretive dance. So, zeg even mij vinnig wat jullie al kennen en wat jullie alles doen. Oké, okay, so ek doen fotografie, videografie, bietjie editing, Instagram, YouTube, allerlei digitale type kunstvorms. Ja, meer visuele gedoe. Ja, ja. Ja, ek doen muziek, so ek skryf liedjies en so aan, en dan doen ek ook visuele kunst, so ek skilder, teken en so bietjie logo design. So, wat is julle verhouding met Afrikaanse muziek? Want obviously op YouTube is waar ons julle ontdek het. So, wat is die story achter, hoe kom julle in Afrikaanse muziek? Aanvankelijk, ons het groot geword op die klassieke Afrikaanse muziek, soos Koos Kombuis en Gian Groen. En, maar in ons tienerjare het ons meestal Engels muziek geluister en ek het meestal Engelse muziek geskryf en toe het hy voorgestel dat ek bietjie in Afrikaans skryf om ons het gevoel die Afrikaanse bedryf is bietjie oppervlakkig op omdat die liedjies wat wel oor geskryf word is nie oor die dieper thema's nie. Ja. En hoe beter om het te verander as om nie self deel daarvan te word. So, dat is een mooi les in alle talen. Voor ons taal kritiseren moet ons eerst self bietjie en om deel. So, deel van wat jullie doen is nie net die muziek en de lyriek is al geloof ek nie, maar die visuele element Nico wat jy in die tafel te bring. Vertel my bietjie hoe justify jy die muziek wat hy maak? Hoe lyk die creatieve proces en hoe benader jy die muziekgedichte of die songs wat hy skryf? So, meeste van die tijd sal ons eerst te kyk die liedjiese thema kyk en dan hoe mensen dit kan uitbeeld op een video of zo. So, en dan sal ons besluit waar dalk ons dit moet shoot of iets en dan of dit soos a, meer een stripped down version soos net hy by die klavier moet wees of dalk soos a, meer soos een traditionele muziekvideo of zoiets. Ja. So, hoe lyk het dagelijkse dag? Want jullie zijn obviously broers, jullie blij saam. So, is al sibling rivalry? Is al jullie staan op en jij denkt, sy idee is stupid? Of hoe lyk die creatieve proces van dat jullie die ochtend opstaan en besluit, ons gaan nou song skryf en een video maak? Hoe lyk daai tussen jullie twee? Ik denk dat daar sekerlik conflict is bij enige familielede, maar ik denk ons vertrouw mekaar in die verschillende aspecten van ons deel is. Ik vertrouw hom in sy visuele deel en hy vertrouw my as het kom by muziek. Ja. So gepraat oor die muziek en die liedjies wat jy skryf. Jy is nou 18 jaar oud, maar die type songs en die lirieke wat jy skryf is, ek weet nie of jy soos Benjamin Button's disease het, wat jy eindelijk soos 90 is en jy het al die levens ervaar, maar uit wat uit skryf jy en waar kom jy die stories nie goed vandaan? Is het, wat jy die hoofdthema's van al jou songs? Ek vind dat ek meestal oor verhoudings skryf, verhoudings tussen ouers en kinders, vriendskapverhoudings en dan ook natuurlijk romantische verhoudings. Maar ek denk ek trek inspiratie van goeie boeken. Ek lees graag en ja, ook ander kunstenaars in die bedrijf. Vertel my een beetje van die hustle, van om nie noodwendig mainstream kunstenaars te wees. En hoe bly ouwens, want ons is baie mense daar buiten wat kyk en jong ouwens soos julle wat aan die gang wil kom. Wat doen jullie elke keer om aan die pot aan die kook te hou? So ek doen trouvideo's, trouvoto's. Een beetje editing, ik werk nu aan een project Lente, nieuwe fliek wat uitkom, help een beetje met die editing en zulke type goeder. So. Ja, ek probeer aan die bestaan blij door kunstschilderijen en so aan te verkoop. Ek reel ook, in september is daar ook een uitstelling wat ek reel, wat ik laas jaar ook gereel het, wat bietjie muziek en kunst bij mekaar bring. Ja. Awesome stuff. Laatste vraag, net op die lichte einde. Vertel mij, als jullie zomaar enige siblings in die wereld de aand eten kon deel, sal het Jake en Maggie Gyllenhaal wees of Jared en Shannon Leto? Ik denk Jake. Zeker maar Jake en Maggie. Goeie antwoord. Goeie antwoord. Waarom dank jullie staan gekeerd? Bijna ons hele dom op YouTube. Zien jullie gauw weer. Dit was de creatieve broederschap, Nico en Almero Welgemoed.